Hallo allemaal, welkom bij deze video gemaakt op de late avond van zaterdag 1 juni 2013, begin van de nieuwe maand. En ik wilde allereerst alvast even mijn grote vriend Rob feliciteren, want die is 2 juni jarig, morgen dus, met zijn verjaardag. Dus gefeliciteerd, je bent voor de 20e keer 30 geworden. Dus, ik hoop dat het een aardige dag gaat worden voor je. Dit is dan het 8e deel alweer van Over Mijn Leven. Het wordt wel een heel boeiend verhaal, denk ik. Misschien ook niet. Ik heb vandaag wel een aardige dag gehad, eigenlijk. En, en ik merk toch ook weer dat ik steeds dieper kom in dat spirituele processen. En dat werkt ook positief door. Dan heb je bestemming. Nou, mijn bos haar ziet er ook niet uit, maar goed, moet je maar even niet te veel op letten. Ik ben mij een tijdje geleden, dat is alweer een week of twee denk ik terug. Twee, drie weken geleden kwam ik ergens. Dat is korter geleden, toch? Nee, langer al, wacht eventjes. Toen, keek ik dus naar een van mijn video's. En naast die video op YouTube, als je hem op YouTube bekijkt, heb je altijd nog zo'n hele rits met allemaal verwijzingen naar andere video's. En ja, ik ben dus al zo'n 26 jaar. Mag je wel zeggen, ervaringsdeskundige in de psychiatrie dus. En hoewel ik zo mijn eigen kijk heb op dingen die vaak nogal afwijkt van het gangbare, zeg maar, heb ik eigenlijk in die 26 jaar wel zo'n beetje alle ziektebeelden zelf ook ervaren. En ik kan dus over uit ervaring dus ook meepraten over dingen. En ja, vanwege ook die levenservaring leer je ook met dingen om te gaan. Het is niet zo dat je altijd dat iedereen voor alles maar hulp hoeft te hebben, want als je dat kan, dan kun je ook zelf als je tenminste wat over dingen nadenkt en ja, zelf je eigen plan, behandelplan voor een belangrijk deel bepalen, hè? Van hoe ga ik ermee om en dergelijke. Ja, en zo kwam ik dus, had ik dus ook al voor heel veel onderwerpen al het nodige op internet en zo gevonden. En ik heb echt bijna alle ziektebeelden meegemaakt. En toen kwam ik dus iets tegen in die rij video's dus, bij een van mijn spotjes. En daar hadden ze het over een onderwerp, dat heet dus autisme. Nou ben ik me daar eens in gaan verdiepen, want ik denk, wat is dat nou weer? Hè? Ja, ik had er wel eens van het woord gehoord, maar wat het nou precies inhoudt. Toen ben ik mij dus eens gaan verdiepen op het internet van, wat is dat nou precies? En gaandeweg kwam ik, leek het eigenlijk meer alsof ik dingen aan het lezen was die zo kenmerkend zijn voor hooggevoeligheid. Een onderwerp waar ik inmiddels al heel veel niet alleen eigen ervaring mee heb, maar ook dingen over heb gelezen. Het was net alsof ik heel veel dingen ook ik dacht van, is dat niet meer iets voor wat met het onderwerp hooggevoeligheid samenhangt, hè? Anders gezegd vraag ik me dus af, is het ziektebeeld autisme wel echt een ziektebeeld? Dus, als je het zo bekijkt, hè, want veel van die hooggevoeligheidsaspecten, bijvoorbeeld dat als er iets, ik noem maar iets, als er iets heel kleins gebeurt wat op je pad komt, dan kan dat soms bijvoorbeeld een hele heftige reactie geven, bewerkstelligen. En het kan zelfs gebeuren dat, ik heb dat al vaak gehad hoor in mijn leven, dat ik een ware paniektoestand daardoor terecht kom. En ik noem nou maar één aspect.
En ja, het viel toch wel op dat heel veel dingen ook voor mij heel erg herkenbaar zijn uit wat ik heb gelezen hierover. En tegelijkertijd is het ook zo dat, dat ik wel heel wat ervaring heb ook over hoe met dingen om te gaan. En ja, dat ja, het is gewoon heel kenmerkend dat het zo overeenkomt met wat ik over hooggevoeligheid weet allemaal. En autisme, hooggevoeligheid, het is, ja, tenminste wat ik er tot nog toe over gelezen heb, hè. Dus een aantal aspecten die herken ik dus wel. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of het alles is, ik denk het niet. Misschien ook wel, maar goed, dat doet er ook niet toe. Maar ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Als er dus inderdaad meer hooggevoeligheidsaspecten zijn. Ja, dat was dus zeer herkenbaar. Ik denk, gaat dit nou over autisme of gaat het nou over HSP, High Sensitive Persons? En ja, want hooggevoeligheid is geen ziekte. En als je het zo beredeneert, ja, dan vraag ik me dus af, is autisme wel een echt ziektebeeld? Is het niet meer een soort overgevoeligheid voor prikkels? En ja, bij sommige mensen is het gewoon zo dat, ik heb dat ook hoor, dat sommige dingen, heb ik daar heel veel tijd voor nodig om dingen op een rijtje te zetten. Over soms kleine dingetjes die kunnen gebeuren. Er kwam soms de ene keer een paar minuten, de andere keer een aantal uren en soms wel een dag of twee dagen overheen gaan voordat ik die ervaring die dus daardoor geleid heeft tot die paniekreactie, totdat ik dat allemaal weer op een rijtje heb, zeg maar. Hè. Dus ja, maar goed, ik ga nou niet alleen maar over ziekte zitten te ouwe hoeren, want daar valt er wordt wel heel wat afgeluld in dit land, dus ik denk, laat ik nou maar eens ook eens iets anders vertellen. Ik begin toch ook wel de voordelen te ontdekken van Windows 8. Want, ja, ik heb dus ontdekt op Windows 8 dat er zitten van allemaal van die apps in, hè. Die tegeltjes met allemaal keuzemogelijkheden. En, ja, daar kwam ik dus iets tegen, dat heet Xbox. Xbox Live, dat is een, ja, hoe moet ik dat zeggen, dat is een soort service waar je dus niet alleen spelletjes, games, maar ook video's en waar het me dan vooral om gaat, muziek kunt beluisteren en ook downloaden. Ja, niet helemaal gratis hoor. Ik heb dus nu een proefabonnement. Dat is dus de eerste maand gratis. En tenzij ik het ga opzeggen, wordt het dus bij voldoende succes, dan is het dus een maandabonnement en dan kan ik voor 10 euro gewoon onbeperkt albums en zo downloaden en zo van Xbox Live. En daar heb je niet zo'n Xbox apparaat voor nodig, wat je bij Dixons kunt kopen bijvoorbeeld, maar dat kan ook gewoon met een computer, hè. Dus. En al dus heb ik al een aardig stapeltje inmiddels gratis kunnen downloaden. Ook van ja, muzikanten waar ik eigenlijk nog nooit van had gehoord. Maar ja, dan luister je daarnaar en dan raakt dat toch iets in me. En zoals bijvoorbeeld van een Amerikaanse zangeres, die heet Christy Lee Cook. En daar heb ik hier twee albums van liggen. En dan nog een dubbel album van Bryan Adams. The Eagles, uit de jaren 70. En dan nog, ja, van die beetje elektronische muziek, vind ik ook wel mooi. Armin van Buuren met het nummer,
album Intense. Even kijken. En dan gaan we even verder bladeren door die stapel. En dan weer een cd'tje van 30 Seconds to Mars. Love, Lust, Faith and Dreams. Prachtige muziek hoor. Het is heel wat anders als je het even van afwisseling houdt. En dan Imagine Dragons met Night Visions. Dus, het is een, ja. En ook als je ze koopt op Xbox is het wel veel goedkoper dan wanneer je het in de winkel koopt, hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Want voor een gemiddelde CD, zal ik dan maar zeggen, betaal je dan die download voor een album. Het varieert een beetje afhankelijk van de leeftijd en de lengte ook van het album. Zo tussen de 7 en de 12 euro ergens. Nou, in de winkel ben je toch al gauw wat veel meer kwijt in ieder geval. En nu heb ik dus de eerste maand gratis. En dan kan ik de daaropvolgende maanden, dus voor een tientje per maand, gewoon onbeperkt muziek downloaden. En downloaden en op cd zetten natuurlijk. Dus dat is wel, wel een leuke de handigheid van Windows 8 in dit geval. Want dan hoef je alleen maar op die tegel te klikken. En ja, dan kun je gewoon je gang gaan en dan kun je gewoon ook intoetsen. Er staan echt heel veel artiesten kun je daarop terugvinden. Hè? Ook van oudere groepen of van de jaren 70 en 80 en van de 90's en zo. En dat vind ik gewoon heel leuk. Ja, je hoeft eigenlijk helemaal niet meer naar een platenzaak. Hè? Ja, behalve als je dan, het zal nog wel eens voorkomen, maar ik ontdekte dat de Free Record Shop ook failliet is. En ja, de enige zaak waar je hier in Amstelveen tenminste dan nog het fysieke product, een cd, kunt kopen, dat is V&D, Vroom en Dreesman. En voor de rest, ja, dan zul je toch Amsterdam weer moeten, denk ik, hè, om, ja, dan heb je wel andere zaken, zoals Fame en zo, en Concerto, die nog cd's en zo, en LP's ook verkopen, denk ik. Ja, en over schijfjes gesproken, dvd's, dvd-schijfjes, die heb ik ook aangeschaft. En dan zie je ook wel enorme prijsverschillen, hè? Of je het nou bij de ene winkel koopt of bij de andere. Ik kocht tot nog toe altijd zo'n spindel, die koop ik nog steeds. En daar zitten dan 25 dvd's op. Nou, van Sony, die rekent dan voor 25 dvd's ongeveer 22 euro. Dus zeg maar iets meer dan 80 cent per dvd. Dan was ik bij een kantoorboekhandelaar een paar dagen geleden. En Gebroeders Winter heet hij, hier in Amstelveen. En daar heb ik dus ook een spindel gevonden met echte merk cd's. 25 stuks voor 8,50 euro. Ik bedoel, dat scheelt behoorlijk in de prijs en kwaliteit is uitstekend. Dus, zo zie je maar weer, gij zoekt en gij zult vinden. Dat kan ook best wel goedkoper allemaal. Dus, het is een kwestie van zoeken en ook een beetje geluk hebben natuurlijk. Maar goed, dit was dus weer alweer, ja, het gaat snel hè, het achtste deel van Over Mijn Leven. Ik heb heel wat verteld en ja, ik voel nog steeds heel veel moois om mij heen gebeuren en dat is alleen maar positief hè. Ja, wat het negende deel gaat brengen, dat weet ik nog niet, maar daar komen jullie dan nog wel achter. En als je wil reageren, dan kan dat ook hè, via mijn mailadres of anders via mijn YouTube videokanaal. Hè. Ik wil je toch bedanken voor het kijken en luisteren. En ik ga straks de video bewerken en op internet zetten en dan een paar uurtjes slapen. Hè. Doeg!